in december, 2 december 1804, is Napoleon in de Notre-Dame in Parijs gekroond tot keizer. En hij kroonde persoonlijk Josephine de Beauharnais tot keizerin. Hij had al zijn broers en zusters al koning of vorst gemaakt van verschillende stukken van Europa, waar hij bijna heel Europa was, hij bijna meester over. En Hortense en Lodewijk, die werden tot koning en koningin van Holland gebombardeerd. Tot grote weerzin van Hortense gingen ze wonen in Den Haag. En dan kwam ze in Den Haag aan. Hier stond de troon voor de nieuwe koning, Lodewijk. Hij zei, nee, er hoeft geen troon voor de koningin te komen, want die stelt niks voor. Ik doe het werk, zet voor haar maar gewoon een krukje neer. Ze hechtte zich dus, omdat ze geen liefde van haar man kreeg, enorm aan haar 2 zoontjes. Maar vooral aan die oudste, Charles Napoleon. Hortense had verschrikkelijk heimwee en de grootste ramp die haar kon overkomen gebeurde, haar zoontje overleed. Ze is toen gevlucht naar Frankrijk. Ze is in de Pyreneeën bergen gaan beklimmen met maar 1 idee in haar hoofd. Ik moet hoger, hoger, hoger. Het geeft niet hoe gevaarlijk het is, want hoe dichter ik bij de hemel ben, des te dichter ben ik bij mijn overleden kind. Nou, Hortense die keerde terug naar Amsterdam. Het moest wel, ze was koningin en het Koninklijk Paleis had geen enkele tuin. En dat vond Hortense eigenlijk het ergste van allemaal. En toen ze zo ziek was dat ze bijna doodging, toen heeft haar man haar eindelijk toestemming gegeven om terug te keren naar Frankrijk, om zich door haar moeder te laten verzorgen. Talent voor muziek, dat heeft zich later enorm kunnen ontplooien. Er zijn 143 schitterende composities van haar bewaard gebleven, waarbij ze zichzelf op de pianoforte begeleidde. Na de pauze gaan we dan de afbeeldingen bekijken en dan ziet u ook de portretten en de locaties waar zich dat hele verhaal heeft afgespeeld. Tot straks. Dank u wel.